En dan kom ik gewoon thuis in het huis wat helemaal donker is. Goedemorgen, het is dinsdag. Ik wil iets laten zien. Oh, gaan we het zo doen. We hebben zo lekker uitgeslapen. Dat hou ik toch van vakantie. En het gaat heel warm worden, dus ik ga even snel dingetjes doen. En daarna doen we helemaal niks meer. Ja, zwemmen en in de tuin hangen en zonnen. Alles vanavond ga ik wel weg. Maar voor nu duurt dat nog lekker even en gaan we gewoon genieten. En Sarah die is hele turnoefeningen aan het doen in de kamer. Hele brug. Wat goed. Oh, arm omhoog. Je deed ook je been omhoog net. Kan je die nog een keer laten zien? Been in de lucht. Wauw. Wow. Die was wel heel grappig. Oh, en nog een spagaat. Met lenig en splits. Oh, jij noemt altijd de splits, hè? Ja, maar die kan ik nog niet. Nee, bijna. Ik vind je broekje zo leuk. Dat is dat broekje waar vorige keer een heel drama mee was. Maar ik vind hem helemaal geweldig. En ik heb lekker fruitsalade gemaakt voor ons. Kijk eens. Alsjeblieft, eet smakelijk. We hebben appel, druifjes en lekkere besjes. En zij heeft er zijn pak van staan voor zo. En nu moeten we gaan proberen om dit cel eraf te krijgen. Sarah en ik samen. Ga je maar rondlopen die kant op. Oh, en dat cel is heet. Dat is heet. Hou hem er maar over. Is het makkelijk? Is het makkelijk? Ja, maar schat, stop, stop. Anders drijft hij helemaal naar binnen. We moeten hem er wel afkrijgen ook. Kijk. Ja. Ja. En dan, hier ligt een celland onder. Die moeten we natuurlijk ook onderuit. Hupsakee. Hupsakee. En hier ligt een halve krokodil nog eronder. Oh nee, een walvis. Ja. En het chloor. Ja. Zo, ik leg de camera wel even weg. En weer tijd om te gaan zwemmen. Je bent mijn bikkel, ook al is het koud, jij gaat er zo in. Gelijk onder water weer. 1, 2, 3. Oh, je bent zo stoer. Ga je ze allemaal gepakt en jij? Ga je ze opduiken. 1, 2, 3. Ja, gelukt. En we hebben lekker. Ik heb lekker gezwommen sowieso. Jij moet even opwarmen. Hij is niet zo scherp. Zal ik hem even scherp maken? Niet doorduwen. Half. Kijk. Zie je? Hij wordt weer scherp. Ja, je bent even aan het opwarmen en ik heb thee. Ik drink altijd met dit weer nog steeds heel veel thee. Terwijl het heel heet. Nou, ik drink hem niet kokend heet, maar juist door warm te drinken krijg je het niet nog warmer. Als je heel koud gaat drinken, krijg je het eigenlijk heel erg warm. Ik vind het zo koud. Lig je lekker te zonnen? Ja. Ja, op je mooie Sarah handdoek. Nu tijd om te koken. Het lijkt elke keer of ik net even nakeloop, maar ik heb netjes mijn bikini aan. En koken met het weer vind ik altijd wel een dingetje, want dat is heet. Maar ik hou niet van een koude salade eten. Ik hou sowieso niet van salade. Wel van groenten, maar het moet gewoon verwarmd zijn. Dus ik ga me nu aan het koken wagen. Ik zou het trouwens ook kunnen bestellen, maar ik vind koken, zeker als een kindje, ik vind het gewoon vaak net wat gezonder. En daar doen we het voor. Ik heb me aangekleed om zo de deur uit te gaan. Ik heb deze jurk aan met die bandjes en mouwtjes. Die is van Warehouse. En schoentjes. Ben ik vergeten, het is te warm. En met het bekertas. En ik heb mijn make-up verder niet echt gedaan, want ik vind het veel te heet. Ik moet even oorbellen in doen. Ik heb alleen die kleintjes in, die rondjes. Ik vind het een beetje warm. Stap ik in de auto, heb ik een gezellige verrassing. Kelly is ook mee. Dus nu onderweg naar de bioscoop.
En dan kom ik gewoon thuis in het huis dat helemaal donker is. Ik ging net al kijken. Mark en Sarah liggen samen op bed. Zo verschrikkelijk laat is het nog niet, maar goed. Oh, de Lion King was zo goed. Ik was deze vlog aan het editen. Het is een dag later en ik zag dat ik hem was vergeten af te sluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot morgen. Wat eigenlijk dus vandaag al is. Doei!